ben de douchebak op maat aan het zagen. En ja, dat is altijd een beetje spannend, want ja, dat kun je maar één keer goed doen, hè. De badkamer krijgt ook al aardige vorm. Ik ben nu bezig met de bodem waarop de douchebak komt. Ik heb het vloertje er alvast ingelegd. Je ziet daar nog de watertank, dat is de vuilwatertank. De douchebak die past nu. En ik heb ook deze plank gemaakt. En daarop komt de wc te staan. En de wc die steekt een klein beetje boven de douchebak uit, maar dat is geen probleem. Het is vandaag weer een prachtige dag in februari. En nu gaan we de zonnepanelen plaatsen. Ik heb het eerste zonnepaneel alweer op mijn bekende glijbaan gezet van het krat waarop ze geleverd worden met wat latten die ik eraan schroef. En die zijn dan precies even hoog als het dak. Dan kan ik het paneel opzetten en dan kan ik op het dak klimmen en hem naar me toe trekken. Gaan we nu weer doen. En nu gaan we hem echt plakken. Het eerste paneel ligt. En nu gaan we nummer 2 doen. Die komt hier te liggen. Paneel 2 staat klaar. Dan moet je hier eens kijken. 435 watt piek. Dus twee van die panelen is samen 870 watt. Kijk, daar gaan we voor. De zonnepanelen liggen. Ik heb niet gefilmd tijdens de werkzaamheden. Dat is niet slim, want je moet over de randjes van het dak lopen en je mag niet meer op de zonnepanelen staan. En nou ja, als je dan ook nog aan het filmen bent, dan flikker je er gewoon naast. Dus dat gaan we niet doen. De zonnepanelen zijn geplakt. Ik heb weer ontvet en de steunen even opgeruwd en daarna geplakt met Sikaflex de 552. Nou, die is uitermate geschikt voor zonnepanelen plakken. Nou, en het resultaat mag er zijn. Dit is het kastje boven de bank. En hier komen de draden naar binnen. En die worden hier samengevoegd op deze zekering. Die moet ik nog installeren. En ik ga nu even met die multimeter even nameten of ze spanning geven. Ja hoor, we hebben spanning 36,9 volt. Nou, dat is netjes. Ik heb het deurtje nu wit geschilderd, want de rest van de achterkant van de cabine is immers ook wit. En zo past het beter in zijn omgeving, zeg maar. Het vloertje ligt in de badkamer. Ik heb de douchebak erop geplaatst. Het putje is aangesloten. Ik heb kit klaar liggen. En een bakje met sop, om met de vinger er langs te kunnen gaan. En ik heb hier masking tape geplakt. Want ik ben niet zo heel goed in het kitten en zo krijg je dan toch een strak resultaat. En je moet de folie die op de douchebak zit even een stukje eraf trekken. Want anders zit je op je folie te kitten. En dat zou heel sneu zijn. Ik heb de laatste tijd veel gewerkt aan de badkamer. Het kader is erin van de dakluik. Ik heb er een lampje in aangebracht en deze schakelaar die heeft ook een lampje erin, dus dan kun je van buitenaf zien dat het licht brandt. Ik heb de kastjes heb ik nou handvaten op en ik heb de plankjes ingemaakt zodat je wat meer nuttige ruimte binnen die kastjes hebt. Toiletrolhouder moet nog ophangen. Ik heb wel al de wc er even in gezet. En die wc die werkt in zoverre ik hem nu even aan het testen ben. De display geeft een foutmelding nu aan. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik hier... Ik heb de folie er nog niet in geïnstalleerd. En ja, dan gaat het natuurlijk nog niet werken. De toilet kun je trouwens wegdraaien als je wilt douchen. Dan heb je meer ruimte om in de douchebak te staan. De douchebak die heb ik nou vanmorgen afgekit. En ja, zo gaan we iedere keer weer een stap verder. Onder het apothekerskastje komt de kachel. Die ga ik aansluiten met een T-stuk. En van die uittrekbare buis gaan we dit soort uitblaasopeningen plaatsen. En nou is de bedoeling dat ik dat via dit kastje... Dan hier naast de Artlex schakelaar, dat we hier een gat maken en dat hij dan uitblaast hier zo naast het kastje.
En vanaf het T-stuk wil ik ook die kant een buis op doen. Die moet dan hier langs lopen. En dan moet die hier onder de aanrecht uitblazen. In deze hoek van de camper. Dit is de uitlaat van de kachel. Die heb ik helemaal voorbereid. Die ga ik er nu nog even onderschroeven. En dan is het weer ver gedaan voor vandaag. We kijken nu onder de auto naar de luchtinlaat van de kachel. En die loopt naar hier. Hier zit de kachel binnen. En je ziet hier de aansluiting en ook de aansluiting van de uitlaat. En de uitlaat die loopt zo naar een dempertje. En van het dempertje gaat hij gewoon naar de zijkant van de auto, vlak voor het achterwiel. Dan blijft hij niet haken achter een drempel of zo. En hier blaast hij dan zijn uitlaatgassen weg. Voor de keuring had ik de kraan en de spoelbak er eventjes snel op gezet. Maar nu ben ik ze serieus aan het aansluiten. Hier zitten de wateraansluitingen voor warm en koud. Daar ligt de afvoer. En hier ligt de spoelbak. En ik heb er een siliconen kit aan gedaan en de klemmetjes erop. En dan gaan we hem definitief plaatsen. Ja, er is natuurlijk geen zichtbaar verschil, maar nu werkt de kraan en is de bak afgekit.